Een groot aantal medewerkers van Staatsolie gaat normaal naar het werk, ondanks het COVID-19-virus. Dit zei de algemeen directeur van Staatsolie, Rudolf Elias, vandaag in het ATV-programma COVID-19 Update. Elias wijst erop dat voortgang van het werk belangrijk is om onder meer de energievoorziening te garanderen. Binnen het bedrijf zijn er strenge regels geïmplementeerd om besmetting met het virus en eventuele verspreiding daarvan te voorkomen. Deze regels gelden volgens Elias niet alleen in de kantoren, maar overal waar werknemers met elkaar in contact komen. We zorgen er wel voor dat 's morgens als ze worden opgehaald, dat de buschauffeur, die mag maar de helft van de mensen in de bus laten als dat normaal is. En iedereen wordt ook geïnterviewd voordat ze naar binnen komen, hand gesaniteerd. Als je je niet goed voelt, ga weer terug naar huis. We hebben zoveel mogelijk geprobeerd om dat soort regels in werking te stellen. We eten ook niet meer in de kantine samen. Je mag wel eten gaan halen in de kantine, maar je moet het op je werkplek zelf opeten, op een social distance. We letten daar gewoon heel goed op dat we dat gewoon in acht nemen. Mm-hmm. Om ervoor te zorgen dat we de energievoorziening van Suriname, en bijvoorbeeld de mensen van Afobakka, die hebben zelf besloten om compleet in quarantaine te gaan op Afobakka. Alle werkploegen zijn daar. Die zijn allemaal negatief, ze zijn allemaal op Afobakka en ze komen niet terug naar de stad. Ze hebben zichzelf een 6 weken quarantaine opgesteld met koks, met schoonmakers en iedereen die daar woont. Het is 40% van onze energievoorziening. Ja. Als daar een COVID-uitbraak is of op onze SPCS-plant of bijvoorbeeld op de raffinaderij, dan hebben we dadelijk geen diesel meer en gasoline. En we moeten er dus voor zorgen dat we heel voorzichtig omgaan met deze regels. Elias zegt dat vanwege de COVID-19-crisis alle verbeterprojecten van Staatsolie zijn stopgezet. Hij weet niet hoe lang deze situatie nog zal duren. We hebben in principe al onze capital-projecten die we hebben, dus al onze verbeterprojecten, dat noemen ze de capital-projecten, om ervoor te zorgen dat je efficiënter wordt, om ervoor te zorgen dat je meer tanken hebt, om ervoor te zorgen dat je een mooier bedrijf hebt. Wat ook weer meer geld in het laadje brengt natuurlijk. Die hebben we allemaal stilgelegd. En we kijken nu naar de ontwikkelingen op de markt. Als het nu het meest negatieve verhaal naar voren komt, dan betekent dat automatisch dat we die projecten gewoon voor langere tijd gaan stilleggen. Tot zeker het eind van het jaar, begin volgend jaar. Rudolf Elias, algemeen directeur van Staatsolie. Hij sprak vanmorgen in het ATV-programma COVID-19 Update.